Wouter, je hebt deze middag een contract getekend bij Lierse. Welkom in ieder geval al. Hoe ben je eigenlijk bij Lierse terechtgekomen? Ik heb een tweetal weken geleden vernomen dat er interesse was voor mij. En, we hebben dan, ik was er redelijk snel uit met Lierse. Tussen de clubs heeft het wat aangesleept, maar ik ben blij dat ik dit seizoen een speler van Lierse mag zijn. Ja, je was nog eigenaar van Gent, dus ja, met hem moest inderdaad ook nog een akkoord bereikt worden. Ja, dat klopt. Dus ik word voor 1 jaar verhuurd aan deze club. Daar ben ik heel blij mee. Gent zag er niet naar uit dat ik nog veel speelkansen ging krijgen. Dus dat is een heel mooie oplossing voor mij. Hoe goed ken je Lierse eigenlijk? Want je hebt er natuurlijk al zoveel keer tegen gespeeld. Ik ken Lierse heel goed. Ik moet zeggen, ik heb er altijd heel graag gespeeld op het Lisp. We hadden altijd heel leuke wedstrijden. Ik ken ook redelijk wat spelers, dus de integratie is al vlot verlopen. Ja, komt hier nog ex-ploegmaten ook terug tegen? Ja, klopt. Dat is een mooie surplus. Met Lens Anap en Rashid Farsi heb ik al samen gespeeld. En ja, dat is ook weer bevorderlijk voor de integratie natuurlijk. Hoe verliepen de eerste contacten met de technische directeur, met de nieuwe coach bijvoorbeeld? Heel goed. Ik had een heel goed gevoel. Ik voelde direct dat ze mij echt wouden en dat voor mij de doorslag gegeven. Ja. Lierse heeft een moeilijk seizoen gehad. Wat is jouw doel met Lierse dit seizoen? In eerste instantie natuurlijk zo rap mogelijk zeker zijn van het behoud. En dan moeten we gewoon naar boven kijken en dan zullen we wel zien waar het ons brengt. Ik heb geloof in deze groep. En de club Lierse heeft ook enorm potentieel. Als je ziet de accommodatie en waar ze allemaal mee bezig zijn. Dus Lierse is de club van de toekomst. We weten dat je een centrale verdediger bent, maar als je jezelf zou moeten omschrijven, wat zou je dan nog als kenmerken geven? Ik ben iemand met een hele goede motivatie en persoonlijkheid, een sterke verdediger en ik probeer ook te leiden op het veld. Dat zie ik ook als mijn opdracht hier, er zijn veel jonge spelers, dus ik ga proberen mijn ervaring mee te geven aan hun en de ploeg elk moment dit seizoen te helpen. Ja, de concurrentie is er natuurlijk wel, dat is ook bij elke club. Ook hier ga je de strijd moeten aangaan met 3 andere jongens dat op die positie spelen. Ja, klopt. 3 goede spelers. Maar oké, als je profvoetballer bent, dan weet je dat er concurrentie gaat zijn. Die heb ik al heel mijn carrière gehad. Dus dat is ook een uitdaging. Ik denk, concurrentie brengt altijd het beste in een speler naar boven. Vandaag doe je je eerste training mee met Lierse. Hoe zit het met jouw conditie? Die is heel goed. Ik had de afgelopen dagen fysieke testen hier moeten ondergaan en die waren uitstekend. Dus ik heb er ook hard voor gewerkt de voorbije maanden eigenlijk al. Ik was redelijk vroeg begonnen aan mijn voorbereiding. Dus dat zit allemaal goed.